Je wisselt een keeper op het moment dat hij niet goed keept. Ja. Niet als hij niet goed voetbalt. Ja. En wij moeten ook meer de nadruk gaan leggen op het keepersvak en niet op het meevoetballen. Edwin zit er weer! Welkom, meneer. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, lekker jongen, lekker. Mooi weertje nog, hè? Kom, ik heb twee stoelen. Meteen, ja, tuurlijk. Ik heb twee stoelen klaar. We gaan meteen actie-reactie. Ja, tuurlijk. Edwin Zoetebier. Op een moment is hij actief als keeperstrainer bij Vitesse. Maar de geboren Volendammer had voor zichzelf een prachtige carrière als doelman bij onder andere Vitesse, Feyenoord, PSV en NAC Breda. En werd zelfs nog eens geselecteerd door Marco van Basten bij het Nederlands elftal. Maar hoe werd Zoetebier eigenlijk keeper? Nou, als jongetje van 6... dan ga je kiezen welke sport je leuk vindt. En ik was gek van Piet Schrijvers. Die was op dat moment keeper van Ajax. Ja. Ja, en mijn broer die was gek van Johan Cruijff. En mijn broer ging voetballen en ik ging keepen. Ik ging gelijk het doel in. Wat is er zo lastig om doelman te zijn? Ja, lastig, dat is hoe je het bekijkt. Het lastige van een doelman is dat je druk hebt. Als jij een fout maakt, dan is het 9 van de 10 keer een doelpunt. Ja. Als een verdediger of een middenvelder een fout maakt, ja, kun jij hem nog herstellen. Ah, ja, dat is hoe je het bekijkt. Ik vond het het mooiste spelletje van de kermis. Vaak zeggen mensen ook van ja, keepers zijn toch wel een beetje rare gevallen. Wat is daarvan waar? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Men ziet het ook vaak vanwege de schoten op doel. En dan ben je gek als je in doel gaat staan, want ja, al die harde schoten. Nou ja, dan leg ik hem altijd weer terug. Dan moet je handbalkeeper worden. Dan ben je wel zeggen gek. Ja, ja, we denk je van een meter of 3-4 afstand, ja, dan gooi je zo'n bal keihard tegen je aan. Nou, en dan... Nou, daar heb ik nog veel meer respect voor die keepers, want dat is echt bizar wat die moeten doen. Als ik aan Edwin vraag, wie is de beste doelman van Nederland? Wat zeg je dan? Nou ja, dan wordt het in ieder geval in eerste instantie lang nadenken. En niet van vroeger was alles beter, maar in mijn tijd kon je denk ik uit 10 keepers kiezen. Mm-hmm. En nu is dat toch, vind ik, moeilijker. Je hebt Bijlo, je hebt Vlekken, Sillis op dit moment, die internationaal... gewoon goed zijn. Als je eentje moet kiezen, gewoon echt de beste? Nu? Ja? Denk ik Vlekken, want die staat ook op het hoogste plan te spelen op dit moment in Duitsland. Ja, maar als ze beide fit zijn, dus Justin blijft fit, kies je dan nog voor Vlekken? Dan is Bijlo nummer 1. Je wilde ook niet zeggen, vroeger was alles beter, maar wat was het verschil tussen doelmannen van vroeger en nu? Nou kijk, waarin ik nog steeds, wat ik altijd blijf zeggen, laat ik het zo zeggen. Je wisselt de keeper op het moment dat hij niet goed keept. Ja. Niet als hij niet goed voetbalt. Ja. En wij moeten ook meer de nadruk gaan leggen op het keepersvak en niet op het meevoetballen. Kijk naar Oenstal bijvoorbeeld op dit moment. Nou, hij is niet de best meevoetballende keeper, maar hij houdt ze wel tegen. Ja. En daar gaat het om. Daarin denk ik ook wel dat trainers anders moeten gaan kijken naar een keeper, vind ik. Daar moeten wij natuurlijk ook op inspringen als keeperstrainers en als groep keeperstrainers. Even naar jouw tijd gaan. Hè. Wat is het mooiste moment uit jouw carrière? Dat is de uitnodiging voor het Nederlands elftal. Ik was keeper van PSV op dat moment en ja, ik kreeg een belletje. Ja, en dat ik Van Basten. Ja, als je gekozen wordt voor je land, dat is toch het mooiste wat er is. Ja, toch onmerkelijk dat je dat moment noemt. Ik had verwacht de winst van de UEFA Cup. Nou ja, die staat gelijk. Hè. Maar het hoogst haalbare is Champions League winnen. Het hoogst haalbare is het Nederlands elftal halen. Ja. Wanneer kregen jullie ergens in dat toernooi de ingave van... We kunnen de UEFA Cup best wel eens gaan winnen. Met name na PSV. Op wonderbaarlijke wijze wisten we toch die wedstrijd naar ons toe te trekken. Normaal, dus wij waren een hecht team. Maar we scoorden altijd uit en thuis. Dus dat was toen de tijd. Als je uitscoorde, telde die eigenlijk dubbel. En ook de bank die we hadden. Want als we een wissel toepassen, werden we er niet slechter op. Ja. Dus wat dat betreft waren we echt een gigantisch goed team samen. Ja, dan komt die finale in zicht. Thuis tegen Dortmund in de Kuip. Twee dagen daarvoor werd de Rotterdamse politicus Pim Fortuyn vermoord. Hoe hebben jullie dat als selectie toen beleefd? We moesten wel een keuze maken, want het was best heftig uiteraard wat er toen gebeurd is. En ook het hele land stond even stil. Ja, ja, wij hebben gezegd, daar laten we ons niet door leiden. Wij willen gewoon die finale spelen. Ja. Voor sommigen kon het wel de laatste keer zijn en voor sommigen de eerste keer. Dus wat dat betreft hebben we wel besloten om gewoon die wedstrijd te gaan spelen. Had dat ook een bepaalde extra kracht? Nou ja, sowieso voor het publiek. Vooraf wordt er natuurlijk beslist waar een finale gespeeld wordt. Ja, ja, en tot die in de Kuip gespeeld werd, ja, dat was natuurlijk voor ons goud. En zeker op dat moment was ook Nederland weer herenigd in zijn totaliteit na dat verhaal met Fortuyn.
Dus ja, toen was het eigenlijk een beetje de wedstrijd Nederland-Duitsland weer. Ja, en dan, ja. Oh, ja, ik was een blinde of zo. Nou ja, wij niet, maar ja, zo werd het er wel een beetje, beetje van gemaakt. Ingegooid. Ja, natuurlijk. Ja. Je speelt ook met Robin van Persie, de jonge Robin van Persie. Ja, zag je toen al de talenten van Persie? Ja, absoluut. Ja, Robin was iemand die kon alles met een bal, kon trucjes met een bal, maar had ook al een goed schot. Niet altijd even makkelijk, maar dat hoeft ook niet. Waarom niet? Niet altijd even makkelijk? Nee, want je moet niet een ja en een amen knikken elke keer. En maar Robin die botste met Pierre ook wel, toch? Ook om de vrije trap. Ik ja, kan me wel een keer herinneren dat van Persie gewoon die bal wegpakte van ik neem die vrije trap en Pierre, ja, zo ging het over en weer. Ja. Botste dat ook vaak op trainingen? Nou ja, het botste wel eens, maar dat is niet erg. Want het waren allebei gasten die een fantastische trap hadden. Mm-hmm. En het voordeel was, de een was links, de ander was rechts. Nou ja, voor een keeper is dat natuurlijk vrij irritant als er twee van dat soort spelers achter een bal staat. Zet jij een muurtje, meneer? Ja. Nou, dan doe ik even dit voor je. Succes. Weet je, ja, ze konden hem over de muur, maar ze konden hem ook in jouw hoek gooien. Als je gokte, zat je 9 van 10 keer mis. Ja. Dus ja, dat was gewoon, dat haantjesgedrag, ja, snap ik ook wel. Hè. Alleen toen de tijd had je echt wel hiërarchie. Nou ja, en op het moment dat je hem dan mist, dan moet je weer even achter, even terug in de pickorder en dan staat er eentje boven je. Nou ja, maar dat is niet erg hoor.